Ik ben Tom van Nauwhuis en ik ben sinds 8 jaar directeur van Fortijnland Pampus. We staan hier in de droge gracht die bedoeld was om de vijand tegen te houden die mogelijk dit eiland zou kunnen en terug kunnen aanvallen. Aan deze kant van mij is het fort zelf, het binnenfort, en aan die kant is het buitenfort, de wal eromheen. Het interessante van dit eiland is dat het een kunstmatig eiland is en dat toen het gebouwd werd eind 19e eeuw, dat het gebouwd werd als een zelfvoorzienend eiland. Dus er lopen geen kabels voor elektriciteit, maar ook geen leidingen voor water van en naar dit eiland toe. En dat betekent dat het toen en nu nog steeds zelf in al zijn nutsvoorzieningen moet voorzien. En daar zijn we momenteel heel hard mee bezig om dat karakter van het eiland te vernieuwen. En wel zo dat het op een duurzame 21ste eeuwse manier straks een toekomst heeft. De aanleiding is eigenlijk ooit geweest dat iemand zei, laten we een kabel naar de wal gaan leggen. Toen dacht ik, dat is raar, want dan ga je eigenlijk dat hele historische karakter van het zelfvoorzienende eiland, ga je die om zeep helpen. Dat moeten we niet willen. Dus zijn we gaan zoeken, hoe kunnen we het nou oplossen hier op het eiland zelf zonder die kabel. Destijds werd er energie opgewekt hier op het eiland met steenkolen. Nu wekken we energie op deels met zonnepanelen en deels met aggregaten. Dat laatste, dat willen we natuurlijk niet meer. En in plaats daarvan kijken we nu naar biovergisting. En zijn we net begonnen ons eigen GFT-afval om te zetten in biogas. En daarmee koken we in de keuken. Dat ontstaat voor een groot deel van snijafval uit onze eigen moestuin. Die gebruiken we deels in de keuken voor onze bezoekers. En wat er van overblijft, in plaats van dat het afval is, is dat grondstof voor energie. Ik denk dat er meer kan dan je soms wel vermoedt. Dus ga de uitdaging niet in de weg. Het tweede is dat je goed moet nadenken met welke bril je kijkt naar het verduurzamen van zo'n monument. En de esthetische bril, hoe moet het eruit zien, is er één. Maar hier zie je dat dit een eiland is dat om een strikt functionele reden ooit is gemaakt. En als je vanuit die functionele bril kijkt, dan kan er vaak veel meer dan je denkt.